Welkom bij de WordPress video training. Ik ga u precies laten zien in deze video hoe u een pagina kunt aanmaken. Ik sta op dit moment op mijn website en dat is regionaalvindbaar.nl op de homepage. En om u simpel te laten zien hoe voegt u precies een pagina aan uw WordPress toe. U gaat naar boven en dan gaat u naar nieuw. Dan ziet u bericht, media, link en pagina. En u klikt gewoon simpelweg, klikt u pagina aan. En dan ziet u aan de bovenkant staan een nieuwe pagina toevoegen. Ja, ik heb het enigszins al een beetje voorbereid, dus ik ga even wat tekst ga ik pakken. Maar ik ga ook laten zien hoe u bijvoorbeeld foto's kan toevoegen. Hoe u bijvoorbeeld SEO doet met betrekking tot de headers. We gaan het hele proces gaan we gewoon doorlopen. Mogelijk ga ik ook nog wat keyword onderzoek doen. Ik ga u gewoon in deze video laten zien hoe u precies een pagina toevoegt en wat u moet doen met betrekking tot SEO. Ja, dit is mijn tekst, dus ik zet dat even netjes neer. Dat is ook wat schuin gedrukte tekst. En de bovenkant is nog groot. Dat betekent dat hij nu een koptekst 1 heeft. Dat is eigenlijk een heading 1. Dus we drukken er gewoon paragraaf drukken we in. Ja, en dit waren in eerste instantie even mijn keywords. Maar daar kom ik zo nog even op terug, want dat ga ik u gewoon laten zien in deze video. Dus het wordt een vrij lange video. Dus blijft u rustig zitten waar u zit. Concentreert u zichzelf en let u goed op wat ik doe in deze video. Dan kunt u eigenlijk na deze video meteen starten met het maken van uw eerste pagina. Ik ga hem even recht zetten. Wat ik hier heb, dus een stukje tekst van de TeamCheck plugin. Is een hele makkelijke plugin om uw team te checken. Daar kom ik later nog op terug. Daar is natuurlijk ook een video van gemaakt, dus die kunt u ook terugvinden op mijn website. We hebben hier tekst. Ja, wat we misschien kunnen doen is gewoon dat we in eerste instantie gewoon een stukje keyword onderzoek doen. Want ik heb die keywords ook nodig om bijvoorbeeld een mooie titel te maken. Ik denk dat mijn titel in dit geval wordt de TeamCheck plugin. Dus die kan ik dan alvast neerzetten. Ja, kijk, ik maak er altijd grote letters van. Want dan is het gewoon beter leesbaar in Google. Want dit is eigenlijk de titel die u ziet in Google. En die kan eigenlijk niet groot genoeg zijn. Ik ga hem nog niet opslaan, want dat doe ik eigenlijk pas aan het einde. Want anders wil Joost wel eens een probleem hebben met het lezen van mijn keywords bijvoorbeeld. Of mijn meta-beschrijving. Dus ja, wat we doen, ik kopieer even een aantal keywords. En dan ga ik gewoon naar Google toe. Nou, Google staat er al. En dan druk ik gewoon simpelweg in keyword tool. Kijk, en dan zit er de Google AdWords keyword planner, noemen ze tegenwoordig. Die klikt u gewoon aan. En wat u nu eigenlijk doet is gewoon het inloggen met uw e-mailadres. En ik gebruik hiervoor al het Gmail. Dus mocht u in het bezit zijn van een Gmail account, dan kunt u gewoon inloggen. Ja, moet even laden. Ja, u ziet er staat ook flink wat open aan de bovenkant. En ik wil opnieuw beginnen. Even kijken. Dus we doen gewoon even zo. Nou, je ziet dat het veldje is vrij klein. Ik kan het natuurlijk wat groter maken. Zo. Nu wel wat keywords verzameld. Dan kun je bijvoorbeeld nog zeggen van ik wil alleen in Nederland zoeken. En dan richt ik me op. Dus zie ik mijn targeting land is Nederland. En ik wil ook in Nederland zoeken. Google, dat zijn geen uitsluitingswoorden.
Dus ik ga gewoon ideeën opvragen. Nou, ik denk dat u het op deze manier gewoon goed kan volgen wat ik precies doe. Kijk, dan ziet u dat, dat die 880 laag is. En dat is zeker interessant om daar natuurlijk op en check. Nou, eigenlijk dat twee woorden. Dan ziet u dat team check. Ja, dat hij eigenlijk maar 10 laag heeft. Dus ja, dat is heel erg weinig. Dus we zullen toch moeten zoeken naar een ander woord. Maar ik zie nog even niks. Dit zijn eigenlijk in feite, ziet u hier de zoektermen die u heeft ingevuld. En beneden ziet u de relevantie. Nou, je ziet wel Free WordPress Themes. Dus ja, daar is eigenlijk nog niet zoveel voor. Dus we kunnen gewoon even kijken in Google. Even kijken, we doen even zo. Of er misschien een woord is die we kunnen gebruiken. Dat is een keyword. Dan ziet hem hier ook staan, hè? De WordPress Theme Check. WordPress Plugin. Er is wel een video. Oké, de setup en de configuration. Ja, wat ik dan meestal doe, omdat ik toch in Nederland zit, dan klik ik zoekhulpmiddelen even aan en dan Nederland. Kijk, dus ze zeggen wel de TeamCheck plugin. Dus ja, je zou, er is niet heel veel concurrentie. Dus ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat ik hem gewoon zo hou. Omdat ik ook een video heb gemaakt en ja, het past allemaal precies bij elkaar. En ik wil u op regionaal vindbaar specifiek, wil ik u natuurlijk die plugin gratis aanbieden. En ik laat u ook precies zien hoe u dat kan gebruiken in deze video of de volgende video. Even kijken, ja, ik denk dat we gewoon niet moeten gokken op heel veel keywords. Dus dat we het gewoon simpel moeten houden. Kijk, deze twee woorden kunnen we in ieder geval gebruiken. Ik ga toch nog even verder kijken hoor. Ja, we kunnen bijvoorbeeld het woordje test kunnen we nog doen. Misschien even een ander woord invoeren. Bijvoorbeeld test. Ja, testen. Dat woord heb ik volgens mij open al. Ah, TMA staat hier. Dus WP test. Ja, zo kan je natuurlijk altijd wat keywords ook verzamelen. Zo doe ik het ook meestal. Dan kijk ik gewoon even wat doet mijn concurrent. En welke woorden worden er precies gebruikt. Dus even kijken wat ze hier zeggen. Ja, ik hoop niet dat u het erg vindt. Maar ik laat u wel precies zien hoe ik normaal gesproken werk. Even kijken. Oh ja, styling. Ja, TeamCheck plugin, kijk. Misschien nog wat tekst heb ik dan ook. En misschien zitten er nog wat keywords in. Dus even terug naar mijn website. Ja, bijvoorbeeld het woord controleren zag je net staan. Dat vind ik ook een heel goed woord. Dus dat ga ik ook even kijken.
Even terug. Thema testen. Even wat editen, even kijken. Eenvoudig testen. Ja, thema is natuurlijk wel Nederlands als team, bijvoorbeeld. Dus je moet natuurlijk ook rekening houden met de markt. Thema testen. Dan kan je bijvoorbeeld ook weer thema test maken. Zo. Je ziet, zo kan je makkelijk... Ja, u ziet, dat doet allemaal helemaal niet zoveel, dus... controleren, dat is wel een mooi woord. En die heeft ook 880 lagen, al is het natuurlijk wel een heel erg algemeen woord. Even kijken of er nu al iets meer uitkomt. Ja, dat komt misschien toch omdat we de relevantie moeten gaan instellen. En dan geeft hij misschien wat relevante woorden. Ja, in plaats van free templates, WordPress, ja, dat neem je natuurlijk niet zoveel aan op je website in het Nederlands. We kunnen het even zo doen, kijken wat het resultaat is. Nieuwe ideeën, even kijken, zoekwoordvolume ophalen, verkeersproces, zoekwoordenlijsten. Oké. Maar continu is het op controleren. Testen internetsnelheid. Kijken. Nou, je ziet, het is in dit geval is het gewoon, sorry dat ik zo lang bezig ben, maar ja, in dit geval is het gewoon lastig om aan goede keywords te komen. Ik ga het nog een keer proberen. Een website testing tool. SEO check, ja, dat woord heb ik al een keer gebruikt, dus dat doe ik even niet. Nou, ik denk dat we er zo in feite wel zijn. Even kijken. Kijk, dit zijn de woorden die ik eigenlijk nodig heb. Kijk, hier zitten dus allemaal website test tools, mobile, meta tags. Oké. Responsive. Ja, dit zijn wel de woorden die ik nodig heb. HTML, pagina, plaatjes, flash, CNS en JavaScript. Dat is eigenlijk hetgene wat de plugin doet. Dus ja, heel simpel, ga ik weer even terug. En dan ga ik ook meteen even weer in de keyword tool. Nou, ik ben erg benieuwd wat eruit gaat komen.
Dit zullen wel twee losse woorden worden. Dus dan doe ik weer even. Dus aan het einde zet u gewoon een kommaatje neer. U schrijft ze dus gewoon met een komma. De keywords, hè? U ziet dat hier bijvoorbeeld een kommaatje erachter. Dus iedere keer hier een kommaatje. Het woord. En dan aan het einde altijd weer een kommaatje. Even kijken. Test, fles, JavaScript, CNS, team, check, plaatjes, controleren, team check. Ik vind het nog steeds jammer dat ik geen Nederlands woord heb. Ja, ik zou ervan kunnen maken natuurlijk. Wat hadden we? Thema testen. Kijk wat daar uitkomt. Ja, dat was even kijken, neem niet kwalijk deze. Website zal ik er even achter zetten. Misschien werkt dat. Ja, we komen eigenlijk weer op hetzelfde, dus het heeft niet zoveel zin. Ik zie ook niet echt een Nederlands woord staan. Dus ik denk dat ik het gewoon hier ophoud. Even kijken. Dus even kijken welke keywords we hebben. Dus wat we dan simpelweg kunnen doen. Dan selecteer ik gewoon de keywords. U ziet, ze hebben allemaal een lage competitie. Het zijn allemaal wel vrij algemene woorden. En deze wil ik. En hoeveel heb ik er dan? Dan kan ik meteen kijken hoeveel ik er heb. Ik heb er 10, dus dat zijn er eigenlijk te veel. Dus ik zou nu nog kunnen kijken wat ik weg wil halen. Ja, ik denk dat ik hem zo haal. Een test vind ik ook best wel algemeen. Even terug naar mijn website. Even kijken, zou ik het gewoon zo heel simpel kunnen invullen. Even kijken. Dan is het altijd wel handig als je de keyword er dus twee keer in laat voorkomen. Dus even kijken. Dus dit is mijn keyword. Dus hier komt mijn keyword ook nog een keer voor. Hartstikke handig. Check. Ja, controleren. Dat staat er dan eigenlijk twee keer. Dus ik ga even. Even kijken hoor, thema testen. Ja, ik denk dat ik zo een hele end ben. Dus wat ik dan ga doen, ik ga naar onder. En dan kom ik hier bij WordPress SEO door Yoast. En dan ga ik invullen mijn meta beschrijving. Mijn keyword. Ja, mijn SEO tijden maak ik meestal langer. Dan ga ik weer even terug naar de keyword tool om te kijken wat de juiste keywords zijn om te gebruiken. Even sluiten. Dus eigenlijk fles
JavaScript, CNS en Flash. Dus die zou je dus al, die keyword zou je dus al achter kunnen zetten. Zo. Deze mag ook weer groot, dat valt extra op. Ja, dan zou ik toch eerder het woordje check bijvoorbeeld gebruiken. Zo. Ja, je zou ook één woord kunnen weghalen en dan heb je, kan je nog één keer gewoon. Ja, dit werkt heel goed. Even kijken. Ja, dit gaat zeker werken. Team check. Ja, plug-in, dat gaat denk ik niet meer lukken. Dat wordt te lang. Ja, dat zou in feite. Ja, nee, je zegt dat hij is te lang. Dus dat gaan we gewoon niet doen. Dus we laten hem gewoon even zo. Dus voor de duidelijkheid, wat heb ik precies gedaan? Ik heb een focus zoekterm heb ik ingevuld. Team check plugin is dat. En de SEO title begint het met team check plugin CSS flash team check. Ja, u ziet meta-omschrijving is nog te kort. Dus nu zou je simpelweg gewoon nog even deze keywords kunnen herhalen. Nou, nu hebben we dus te veel. Nou, nu hou ik het precies nu al over. En dan zou je eigenlijk kunnen controleren wat hier staat. Ja, dan zou ik liever dit voor hoeft dan niet. Dus dan. Even kijken. Even kijken. Ja, want het woord moet je natuurlijk ook weer ergens neerzetten. Zo. Dan heb ik er nog 6 te veel. Ja, dus we doen toch gewoon. Ja, zo is hij helemaal goed. Even kijken hoe dat eruit ziet. Niet heel mooi. Liever controleren erachter. Zo. Zo. En dan heb ik er nog 6 over. Een stuk beter. Hier ook even.
En zie je testen, CNS en flash. Oké. Nou, nu zouden we even terug kunnen naar de keyword tool. Nog even kijken, want ik had... Een 2 had ik er niet meegenomen. Even kijken, een fles had ik wel. Dus ik had 8 keywords, want je moet de keywords niet overdrijven. Dit zijn er eigenlijk al best wel veel. Oké, dat is helemaal correct. Dan weer terug naar de website en dan vullen we gewoon simpelweg de keywords vullen we in. Even kijken, check team had ik, hè? CNS. Dus nu vul ik gewoon simpelweg mijn keywords in. Ik ga het niet overdrijven, ik hou het zo. Nou, je ziet. Hele vette title. Lekker dik gedrukt. Perfect. En ik zie dat. Even kijken. Dat gaan we ook even controleren. Ja, deze staat al ingevuld. Dus ja, wat we dan simpelweg nog even moeten doen is deze controleren. Dus een metabeschrijving. En die zetten we dan altijd aan de bovenkant, zetten we die neer. Dan kan die meteen gelezen worden. En geïndexeerd. Oké, dat is keurig. Meestal maak ik mijn keywords maak ik nog even dik. Zo. Dan is het nog veel beter leesbaar in Google. En mijn TeamCheck plugin, mijn keyword, hè, dat is het keyword. Die zet ik er dan altijd 2 keer in. En nu zou ik de tekst kunnen aanpassen. Wat ik dan meestal doe, is dat ik gewoon met het tweede woord begin. Zo. En ik zal u nu laten zien hoe je bijvoorbeeld, hoe je bijvoorbeeld een heading erin kan zetten. En een heading is noodzakelijk voor je SEO. Dus je kopieert gewoon je keyword. En die zet u bijvoorbeeld gewoon hier neer. En dan gaat u omhoog en dan zegt u bijvoorbeeld koptekst 2. Ja, dus dit is eigenlijk uw alt of uw header is dit. Ik ga u zo nog laten zien wat een alt-tekst is met betrekking tot... Dat zal ik u nu meteen laten zien. Dat is misschien handig voor een foto. Dus we gaan gewoon media gaan we toevoegen. Ik zal het nog één keer laten zien. Neem die kwalijk, ging misschien een beetje snel. Media toevoegen. En ik had al wat plaatjes uitgezocht. En dan zetten we deze gewoon neer. Deze foto. En dan gaan we meteen een titel aan toevoegen. En een alt tag. Ja, ik heb, hij lijkt wel heel langzaam te zijn, dus neemt hem niet kwalijk. Ik zal eens even kijken of ik misschien van mijn bureaublad kan kopiëren. Soms wil dat niet altijd, maar... ja, weer terug naar mijn WordPress. Ja, dat duurt dus gewoon heel lang, heel vervelend. Neemt hem echt helemaal niet kwalijk. Nee, en dan wil hem ook niet kopiëren, dus we moeten een media hebben. Nou, ik zal het nog een keer proberen. Hier zegt hij dat hij klaar is. Ja, neemt hem echt helemaal niet kwalijk dat het zo lang duurt. Nou, het wordt gewoon echt niet zichtbaar, dus
Heel vervelend. Even kijken, misschien iets met plugins, een foto. Ja, het gaat even om het voorbeeld. Nou, het wil toch echt niet meewerken, dus neemt hem echt helemaal niet kwalijk. Of mijn internetinverbinding is gewoon even langzaam. Ik denk misschien heb ik nog een foto met betrekking tot een plugin. Heel vervelend, neemt u me echt helemaal niet kwalijk. U ziet het, het wil gewoon allemaal even niet meewerken. Ik zit ook midden in de video, dus ik vind het heel vervelend voor u. Ja, wat ik doe, ik denk dat ik u zo wel een goed overzicht heb gegeven tot nu toe. Ik kom terug in de tweede video en dan gaan we gewoon toevoegen van een foto. We gaan een alt-tag gaan we toevoegen. U ziet, ik heb net een header heb ik toegevoegd, hè? Dus een koptekst 2. Ja, dat is uw keyword, die moet ook in de foto komen. Dat laat ik u allemaal zien in de volgende video. Ik wil u alvast vriendelijk bedanken. Ik hoop dat u ja, wat heeft geleerd met betrekking tot deze trainingsvideo. Ja, wilt u meer video's bekijken, gaat u dan gewoon naar www.lokaalvindbaar.nl. Mijn naam is Mark Kooijman. Ik wens u een hele prettige middag, dag toe. Dank u wel.